Het gas brandt, jongens. Ja, de R zit in de maand. En we weten het, we krijgen weer ontzettend veel trek in ertessoep. Gaan we? Harry's ertessoep. Komt ie aan. 2,5 liter water. Hop. Op het gas. En dan split erten. Ja, 500 gram. Eerst even goed wassen en daarna erbij gooien. Daar komt ie. En dan, vrienden, ja, varkenskrabbetjes, 500 gram, en die gaan er ook in. Hup, zit er allemaal in. En dan natuurlijk, hey, vleesbouillon, eenmaal, tweemaal, een laurierblaadje, eenmaal. En daar gaat natuurlijk geheel naar eigen inzicht zout en peper bij. 1,5 uur laten we dit opstaan. Af en toe even roeren. Ja. Ah, dit is zo makkelijk dit. Harry's ertessoep. Oh ja, het wordt echt lekker. We zijn nu 1,5 uur verder. Ik, de krabbetjes die heb ik eruit gehaald. Daar heb ik hele kleine stukjes van gesneden. Ja, heerlijk. Gewoon. En we gaan er wat groentes bij doen. 3 keer een prei. En een beetje peterselie en selderij. Gaat erin, hè? Kom op. Daar gaan we, jongens. Kijk. Hop. Zou er zijn. Ja, die gaan lekker met elkaar. En dan komt erbij, hier, 2 wortelen gesneden. En 2 aardappelen. Kijk, en dan heb ik hier, wat ik het net over had, hier die krabbetjes, lekker fijn gesneden. En natuurlijk, jongens, ja, de grote worst, die gaat er ook in. Ja, pan is helemaal vol, zag je dat? Ja, maar dan ga ik het natuurlijk in een andere pan doen en dan ga ik het heerlijk laten pruttelen een half uurtje. Nou, en dat, maar het wordt geen dikke soep, hè? Nee, het is niet... En de soep waar de lepel in blijft staan, want daar hou ik niet van. Wat gewoon soep zoals soep bedoeld is. Nou jongens, tot zo. Ja, gezudder en gepruttel is klaar. Ja, maar je ziet het wel, hè. Ja, ik had helemaal geen grote pan. Nee, die heb ik niet. Nee. Dus ik heb het gewoon in 2 pannetjes gedaan nu. Ja. En nu komt het grote moment. Want daar komt die. Kijk maar hier. Je ziet het, hè. Geen dikke soep. Nou... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Helemaal goed. Harry's ertessoep.